Yo mensen, vandaag gaan we naar de markt. Dat wordt fucking leuk, want we gaan met de taxi of Domus of zo. Dan gaat de kaart rijden en dat is gewoon lachen. We zitten in een 9-persoonsbus met 14e plus een bestuurder. Hoi, in de taxi dan en we gaan naar Conakry, naar de markt. Hey jongens, een gekke markt, allemaal groente en fruit, dus dit kunnen we al doorslaan, want we hebben het toch al in. Dus we gaan kijken ja, waar het nog meer is. Oh ja, kijk, het plafond is kei laag. Dit is nou op mijn voorhoofd. Kijk hoe laag dat is. Kijk nou. Hebben we al gekocht? Ja, broekjes. Broekjes. Nieuwe bril. Kijk, dit is de oude met de gele glazen. En nu heb ik ook eentje met blauwe. We hebben weer nieuw, hè? Kijk, we hebben... Oh, die houdt vast. Kijk, we hebben deze. Voor mij. Van Barça. Waarschijnlijk ken je hem wel. Ja, ik laat wel... Laat ik zien in de kamer. En Timo heeft nog eentje van Feyenoord. Echt een kutclub. Sorry voor de mensen die het wel leuk vinden. Moet je bakken wat het is. Ja, dat is gewoon beter. En hij heeft ook nog een Bayern München shirt van Müller, toch? Ja, van Müller. Ja. Mooi. We hebben ijs. Dus met nootjes. Dat is echt lekker, jongen. Ik zweer het, als je deze ooit ziet, moet je die gewoon kopen, want het is echt lekker. En we hebben ook nog... Doritos Nacho gehaald. Groenhandel. We zitten weer in de taxi. Even een bril geleend van haar. Dus we zijn weer in de taxi. Dikke swag. 4. Oh. Het is wel dikke swag zeker. We gaan zwemmen, dus let's go. We zijn er weer. Ja, ja. Kijk hoe ziek dan, jongen. Dit is gewoon je achtertuin. Je hebt gewoon een klein balkonnetje en je doet een deurtje open en je bent in een fucking zwembad al. Hoe ziek is die? Dat is gewoon marine. Ja, we zijn er nog steeds. En dan heb je hier gewoon aan de zijkanten allemaal van die ding. Daar zo is dat nieuwe, wat nou gebouwd wordt. Daar Ocean of zo, maar ik weet niet wat ze hier glijbaan hebben, daar gaan we nou kijken. Het enige nadeel aan Marine, ja, het is wel groot, alleen ze hebben geen één glijbaan. Dus ze moeten altijd naar Island toe om te gaan glijden. Maar dat is nou een waterstoring of zo van de motor van de glijbaan, van de pomp. Dus dat is nou echt kut. We zijn bij Marine binnen. We zijn gewoon in zo'n gang of zo. We zijn gewoon in dat hele grote gebouw van Marine, zijn we gewoon binnengelopen. En hier zijn allemaal kamers. Nou mensen, het is toch gelukt hè, drinken halen bij Marine. Kijk, mooi, we moeten nou alleen nog maar drinken halen bij Aqua. Oké jongens, we gaan met de lift en dan gaan we helemaal naar de bovenste. Oké, we zijn helemaal bovenin. Zo, goede uitzicht hier zo. Tering. En we moeten naar de andere kant man, want dat is mooier. We kunnen op Village kijken. Nou, we zijn nu zeg maar een kwartslag gedraaid, dus we kijken nog niet helemaal uit op Village. Maar wel op Marine nog een stukje. Oké, dit is nog Marine een beetje. Kijk, daar zijn al die luxe huisjes van Marine. Met allemaal zo. En daar zijn ze allemaal dingen op het dak van zonne-energie of zo. Daar zo is Village. Daar kan je toch wel een beetje zien. Ja, maar die mooie is die gaten. Ja, dat is mooi. Oh, ja. Hier zo, en we gaan kijken of dat we bij Burgerland eten kunnen halen. Pak
bij Marine hebben ze gewoon ijs. What the fuck? Wij wisten dat niet. Wij gingen hier zo heen. Daar zo waren wij eerst bij Burgerland. Daar mochten we niet eten. Gingen we hier zo, gingen we ijs halen. We gingen gewoon kijken wat er was. Nou, we zijn weer bij de mini-disco. Maar nou ga ik waarschijnlijk niet meedoen. Yo mensen, het is 11:15 en we gaan naar huis. Even like, even abonneren. Check bij jullie. Hallo.